Hey dames en heren, vandaag gaan we verder met een Writers Camp. Inmiddels weten jullie wat een Writers Camp is. Vandaag doe ik dat met Marcel en met Edwin. Dat zijn twee grote schrijvers. Heel bekend in Nederland en zeker nog daarbuiten hebben ze geschreven. Van André Hazes tot Jeroen van der Boom, tot Wolter Kroes, tot Nick en Simon. Nou, ga door. En Marcel Visser, die kennen we natuurlijk van de Marcel Visser Band. Televisieprogramma's waar je een band ziet spelen. Dat is de Marcel Visser Band. Onder andere ook de beste zanger van Nederland. Ik neem je mee naar binnen. Als het goed is zijn ze al een beetje begonnen met iets. Ik zit in de kroeg aan het water. Ik zit in de bar. Nee, ik zit in de bar met het water. En ik bestel een biertje erbij. Nou, nog eentje dan. Bestel een biertje erbij. Ja. En dan? Kom gisteravond binnen, maar het werd steeds later. En nu is de nacht weer voorbij. Dan doe je dit. Ik zit in de kroeg aan het water en ik bestel een biertje erbij. Dit is de laatste. Mijn maatje zegt, dit is de laatste. En dan gaan we echt naar huis. Is de nacht weer voorbij? Mijn maatje zegt... Dit is de laatste man. En ik zeg, oké, nog eentje dan. En feest, hup, los. Ja, dat zou ik hard denken. Dat ja. Nog eentje dan. Nog eentje. En dan ga ik naar huis. Dan heb ik iets. Dan zeg ik, la. Oh, te gek. Wat zei ik net ook weer? Dan ben ik hem kwijt. Elk weekend hetzelfde, even naar de kroeg. En papa is voorlopig niet thuis. Papa is voorlopig nog niet thuis, kan dat niet? Papa is voorlopig nog niet thuis. We zijn nog steeds bezig in de studio. Maar ik ben ook lid van Shoutout. Wil je dan iemand een pluim toedelen of wil je iemand gewoon geluk wensen? Dat kan op Shoutout. Ik heb er twee binnen, dus ik ga er even twee opnemen. Hoe zeg je dit? Feline? Feline. Spreekt uit zoals de film Feline. Ja, Feline. Feline zegt sorry. Ja. Okay. Doe je eens Google Translate en dan... Ja, dat heb ik niet, jongen. Doe Feline zegt sorry. Gewoon googelen. Hoe dan? Google Translate. Selecteer alles, kopieer. Ja, en dan Google Translate. Google plak. Oh ja. Wat zegt ze? Feline says sorry. Feline says sorry. Een beetje Frans en een beetje Duits. Een beetje voor alles. Gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Je vader had me willen boeken. Hey Feline, Frans-Duits hier. Ja, dat had je niet verwacht, hè. 16 jaar jong. Maak er een mooie verjaardag van. En wie weet zien we elkaar in de toekomst. Groetjes, hoi hoi. Zit in de kroeg aan het water. En ik bestel een drankje erbij. Wat was dat nou? Die, ja? Ik zit in de kroeg aan het water en ik bestel een drankje erbij. Kwam gisteravond binnen, maar het werd steeds later. En nu is de nacht bijna voorbij. Mijn maatje zegt, dit is de laatste man. En ik zeg, oké, het is echt voorbij. Nog eentje dan. Nou, wij gaan door tot aan dat gaatje. Wij gaan gewoon door. En dan gaat hij naar huis. De dames en heren ook. Dankjewel voor het kijken. En binnenkort te horen ergens. Doei! Maar we gaan dus een nieuwe videoclip opnemen van nog eentje dan. Nog één oogje dan. Ik vind het eng. Nee, het is niet eng. Hoezo? Maar het is een heel leuk liedje, dames en heren. Het is, ondanks dat het een beetje een donkere periode van het jaar gaat zijn, hè, richting de kerst, hadden we toch zoiets, na al die corona shit, gewoon een lekker vrolijk liedje. Ik ben er heel erg blij mee. Het is geschreven door Edwin Hoevelaak, Marcel Visser en ik mogen zelf bij aanwezig zijn. Weet je dan, ik denk dat de kreet die gebruiken we allemaal wel, als we aan de bar staan of bij familie of weet ik veel. En je moet weg, maar je wil nog dat ene drankje. En dat ene drankje, dat wordt nog een drankje. En nog een drankje. En nog een drankje. En nog een drankje. En uiteindelijk is er altijd iemand die zegt, joh, het is mooi geweest. Nu moet je echt naar huis. Nou, daar gaan we niet zien. Veel kijk plezier. Nog eentje. En dan ga je dan. Serieus. Koud, man. Is dat lekker met zomers, hè? Goed. Wat je zegt, dit is de laatste man. En ik zeg oké, okay. Dit is echt voorbij. Nog eentje dan, nog eentje dan.
de drank voel ik me vrij. De ochtend. Tja, inmiddels zijn wij op onze tweede locatie. Het is echt een kroeg. Kijk even mee, draai voor mij. Aan het water. Nee, leuk. Café De Gevel. Gewoon lekker bruin cafeetje. Er zijn heel veel artiesten hier begonnen. Van Wolter Kroes, Tino Martin. Alleen ik nog niet. Dus vandaag voor het eerst. Heel leuk. Het tweede gedeelte. Lekker aan de bar. Ik zag al een paar hele leuke mensen binnenkomen lopen. Die zitten er zo meteen ook bij in de clip. Er komen nog wat vrienden en wat kennissen. En zo, die komen er ook voorbij. Om nog even eentje te bestellen. Ik heb er zin in. Ik zou zeggen, volg ons. Ga mee. Hashtag Flocu Frans Duits. Ja, ik ben nu hier in Uithoorn, speciaal voor onze Frans even gekomen. Die is een nieuwe videoclip aan het maken. Ik word er al helemaal foxwild van. Ja, en hij belde me gelijk. Hij zei, kom je eventjes een kijkje in de keuken nemen, eventjes aan de bar hangen. Ik zei, ja, dan komen we. Hatse flats. Ik had het al eerder gedaan dan jou. Dus een mooie lang. Ja. Dankjewel, Shanky, kijk even naar de monitor om te letten in de spiegel achterop als je lust. Lekker man. Wil je eten? Sorry. Ja, ik pak het door. Ik ga wel heel lekker. Maar ik hoef je niks te doen, toch, Frank? Ik wel. Ja. De volgende beetje dan zit op jou. Ja, klopt. Ik kies gewoon. En op die manier mogen jullie op jullie manier recht in het glas nog eentje. Ik heb ook niet meer kwijt. Hey, Alex, zit jij nog op mijn. Hey, lelijke camera vent. Zit jij nog op mijn toestje te krijgen? Dank je. Oh, nee! Oké, thuis! Jukke mini. Hoi hoor. Hoi, ik heb het al twee. Camera hoog. Leuk hoor, mooi plaatje. Kom maar. Muziek? Zit in de kroeg, aan de water komen. Een drankje erbij. Ik heb lekker leven binnen, het werd steeds te later. En nu is de nacht bijna voorbij. Een maatje zegt, dit is de laatste maal. Het is echt voorbij. Nog eentje dan, nog eentje dan. Nog eentje dan, dan moet je naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan. Nog eentje, ze wachten op me thuis. De videoclip staat erop, dames en heren. Ik denk dat die briljant geworden is. Er waren een paar hele leuke mensen bij. En ik zou zeggen, gewoon even kijken naar de nieuwe videoclip. Nog eentje dan. En dankjewel voor het kijken naar de nieuwe Flocu. Groetjes, je weet het, hè. Hashtag Flocu Frans uit. Tot snel!